Hallo iedereen! Ja, inderdaad, jullie zien het goed. Na toch wel een heel erg lange stilte ben ik eindelijk wedergekeerd naar mijn o zo beminde YouTube-kanaal. Ja, ik ben dus terug. De reden waarom ik zo lang er niet ben geweest is ten eerste vooral, ik had totaal geen tijd om filmpjes te maken. Ik had het zo druk met school. Iedere week een radioprogramma maken en dan nog eens al die andere vakken, dat is toch wel vrij tijdrovend. Ik had dus eigenlijk zo goed als geen tijd om YouTube-filmpjes te maken en de tijd die dan overschoot besteedde ik liever aan mezelf dan aan tegen een camera praten en dat dan bewerken en weet ik veel wat. Ja, en de tweede reden waarom dat ik dus geen filmpjes meer maakte was omdat ik toch wel een beetje persoonlijke problemen had en de goesting om filmpjes te maken was toch wel vrij ver te zoeken, dus vandaar. Maar het nieuwe semester begint. Ik heb maar één keer per week les. Ik heb dat kei slim aangepakt en al de lessen die ik moet volgen, die kan ik mooi schikken op één dag. Dus dat komt mij enorm goed uit. Dus de tijd is er weer. En met mij persoonlijk gaat het toch wel een beetje beter. Ik zeg niet dat alles al volledig van de baan is. Maar de goesting om filmpjes te maken is er terug. En dat is dan toch ook wel het belangrijkste. Dus ik heb weer tijd, ik heb weer goesting. Tijd voor YouTube filmpjes te maken. Wat ik ga doen, ja, het gaat een beetje van alles zijn. Zeker en vast komt er binnenkort, zeer binnenkort zelfs al, mijn favoriete van de maand januari aan. Aangezien februari voor de deur staat. En voor de rest ja, ga ik zien. Misschien dat ik zelfs terug Sims filmpjes ga maken. Aangezien in februari de Sims 4 eindelijk op Mac uitkomt. En dan kan ik eindelijk Sims 4 spelen. Dus ik ben terug. Er komen weer filmpjes aan. Ik heb er kei veel zin in. Ik hoop jullie ook. En tot binnenkort. Daag!